Dit is de dag waarop bekend werd dat oud-GroenLinks-leider Femke Halsema een essay publiceert over welke thema's politiek links terug moet kapen van rechts. Gerben Vloeni, je hebt het al mogen lezen, althans voor een deel. Ja, er staat morgen in Trouw een voorpublicatie die ik kon lezen. En Femke Halsema zegt een paar hele mooie dingen, maar ik miste ook iets. Ja, want wat jouw stelling herhalen we eerst even voordat je verhaal houdt. Ze is blijven steken in de jaren 70. Ja, ze is echt blijven steken in de jaren 70. Ze schetst eigenlijk de droom dat links weer de onderwerpen zou moeten terugveroveren op rechts, waar links ooit voor streed. Ze zegt terecht dat bijvoorbeeld de gelijkheid voor man en vrouw, daar is voor gestreden in de jaren 60 en 70 door linkse Nederlanders. De gelijkheid van hetero en homo, dat was een links-progressief standpunt. Een ruime opvatting van de vrijheid van meningsuiting, daar is progressief Nederland voor gevochten. En zij zegt, hoe is het mogelijk dat linkse Nederlanders dat hebben laten weggaan en dat tegenwoordig eigenlijk vooral Geert Wilders en Thierry Baudet en de VVD met die vrienden hebben die thema's gekaapt. Die hebben ze overgenomen. En zij zegt, links moet die onderwerp weer terugveroveren. En ze pleit ook, wel interessant, voor links patriotisme. Interessante term die ze zou kunnen uitwerken. En daar bedoelt ze mee dat Nederlanders weer trots moeten zijn op Nederland als een progressief, open, liberale natie met grote mate van gelijkheid. Ik denk dat zij daarmee heel veel mensen aanspreekt, maar ik miste ook een heel belangrijk thema. Wat ziet ze over het hoofd? De immigratie. Ik bedoel, waarom heeft links die thema's laten wegkapen? Door de immigratie. Kijk, GroenLinks, Femke Halsema was natuurlijk de leider van GroenLinks. GroenLinks is en was altijd een partij die voor een ruimhartig immigratiebeleid was. In Amsterdam is het de grootste partij geworden en daar zeggen ze ook dat er ruimte moet zijn voor mensen die de armoede ontvluchten. Dus ik zou zeggen, begin vast met bouwen in Amsterdam. Want er zijn miljoenen mensen in de wereld die heel graag als economische vluchten. Maar er was al een wachtlijst voor wonen. Er was al een wachtlijst en GroenLinks is ook tegen bouwen in het groen. Dus het is allemaal een beetje irreëel. En kijk, er zijn natuurlijk heel veel immigranten naar Nederland gekomen de afgelopen 40 jaar. Dat is uitgegroeid tot het grote politieke thema. In haar essay zegt ze terecht wel dat er erg op wordt gepolariseerd, dat dat jammer is. Dat ben ik met haar eens. Maar vervolgens heeft ze het helemaal niet over het feit dat als je veel immigranten toelaat, dat die immigranten natuurlijk op een gegeven moment hier stemrecht hebben, vrijheid van meningsuiting hebben en dat die hun eigen normen en waarden meenemen. En dat zijn niet per se die waarden waar zij in de 70 jaren voor gestreden heeft. Als je zegt immigranten zijn hier welkom, dan hebben die ook het recht om hier te zeggen, nou, ik maak graag gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en ik stem op Denk. En ik vind dat een vrouw heel waardevol is, maar toch meer een gedienstige rol moet innemen. Homoseksualiteit, daar praat ik liever niet over. En vrijheid van meningsuiting vind ik heel belangrijk, zolang de Koerden hun mond houden. Dus ik kan me voorstellen, als je zegt, en je moet of A zeggen of B zeggen. Als je zegt, wij willen heel ruimhartig migranten toelaten, dan moet je ook accepteren dat die komen en hun mond open doen en hun mening hebben. En die kan wel eens diametraal staan tegenover de progressieve mening. Dat snap ik. Wat zou je daar vervolgens mee moeten doen? Dan zeg je dan tegen hun, je past je wel aan onze waarden? Nou, je zou, dan kom je bij een conservatief woord, waar ik meteen maar aan moest denken. In Duitsland zeiden 10 jaar geleden conservatieven, we moeten wel immigratie faciliteren. De immigranten zullen blijven komen, maar er is wel een dominante cultuur in ons land. De light cultuur in Duitsland. En daar moeten immigranten zich aan aanpassen. Dan denk ik, ja, dat is toch moeilijk, want als een immigrant hier mag zijn, dan heeft hij gewoon alle rechten die daarbij horen. En iemand die hier vrijheid van meningsuiting heeft, en ik hecht daaraan, en ik denk Femke Halsema ook, dan moet je ook toestaan dat sommige immigranten de vrijheid van meningsuiting gebruiken om een mening te uiten die totaal niet past bij wat GroenLinks voorstelt. Die jou niet bevalt. Dus of ze wil terug naar dat fijne oude, volgens mij is het een droom die nooit heeft bestaan, maar of je moet terug naar dat fijne oude progressieve Nederland van de jaren 70, of je moet zeggen, ruim baan voor de immigranten, maar dan komen de immigranten met hun mening. Met hun opvattingen. En die zijn niet allemaal GroenLinks. Nee, precies. Dan krijg je een andere opvatting. Dus ze zou burgemeester van Amsterdam kunnen worden? Ik heb geen idee. Nou ja, dat gerucht gaat. En vandaag is bekend geworden wat de te verwachten coalitie is in Amsterdam. Ja, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, 3 linkse partijen en D66. Ja, ik woon in die stad. Ik hou mijn hart vast. Moeten we een corridor openen dat jullie vanuit Amsterdam naar de Veluwe kunnen komen? Nou ja, nee, het is de Amsterdamse kiezers hebben gesproken. Hebben massaal op linkse partijen gestemd. Nee, ze hebben juist 10 zetels minder gegeven aan deze coalitie. Ja, maar GroenLinks en de Partij van de Dieren, die ik ook die zijn wel die zijn wel heel groot geworden. Hè? Ja. Dus ja, dit is wel de wil van de kiezer. Maar niet alle Amsterdammers. En de ChristenUnie. Maar voor de bent u ook in Amsterdam. Gisteravond de Passion meegemaakt in de Bijlmer. Dat is bijzonder. Hè? Ik ben zelf opgegroeid in de Bijlmer, maar ik vond het heel bijzonder om zo'n duidelijk christelijk feest in Amsterdam mee te maken. Maar dat heeft niks met het nieuwe stadsbestuur te maken, hoor. Nee, maar waarschijnlijk nog goed gekeurd door het nieuwe stadsbestuur. Ik breng een beetje hoop in de donker. Ja, het was een hele mooie bijeenkomst. Ik was erbij. Maar blijft u daar wonen als u zo'n linkse regering krijgt? Zeker. Ik woon er bijna mijn hele leven al. En we hebben Don Seder nu als ChristenUnie. Ja, 1 zetel van de 45. Ja, maar je hebt maar 1 ChristenUnie, 1 CDA. 1 lampje nodig om de duister
types weer te verdrijven. U gaat het overwinnen, die donkere nacht van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, SP en D66. We gaan ons uiterste best doen. Dat is een grapje hoor, van die donkere nacht. Maar jullie blijven daar gewoon. Nou prima, je mag er blijven wonen. Veel plezier.